Today's In Animal World, our co-inhabitants will be presented in Dutch with subtitles in Arabic, Olaxis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian and Spanish. Gezegende kijkers, welkom bij Dierenwereld, onze medebewoners. De show van vandaag gaat over Linda Roosloot, die via telepathie met dieren communiceert. Ze leidt een dierenhomeopathiepraktijk in Nederland en had reeds als kind een sterke affiniteit met dieren. Linda's diepe interesse in onze medegezellen vertaalde zich in het bestuderen van dierengedrag als ook het behalen van een universitair diploma. Ze is ook opgeleid in engelenenergietherapie of healing door de kracht van engelen en is een gediplomeerd meesterinstructeur in geïntegreerde energietherapie die ze gebruikt om dieren te genezen van letsels en ziekten. Daarbij kan Linda een interactie tot stand brengen tussen zichzelf en de dieren door contact met engelen. Zelf zegt ze dat deze vaardigheid haar een aparte plaats geeft onder mensen die via telepathie kunnen communiceren met dieren. Het is aan haar speciale talenten te danken dat Linda Roosloot veel aandacht kreeg van de Nederlandse media, zoals op tv en in radioprogramma's en in kranten en internetartikels. Ik ben mijn hele leven opgegroeid met dieren en ik heb veel met paarden gewerkt. Ik heb honden thuis gehad. Dus je hebt een passie voor dieren. Daarnaast heb ik een hele passie voor spirituele ontwikkeling, voor de natuur, voor het milieu. En toen ik op een breekpunt kwam voor mezelf, dat ik echt mijn eigen ontwikkeling wilde gaan werken, kwam ik erachter dat ik dus kon communiceren met dieren. Mensen van alle rang en stand komen naar mevrouw Roosloot voor advies in het verzorgen van hun dierenmetgezellen. Het zijn allemaal mensen die een hart hebben voor dieren, die een passie hebben voor dieren, die zelf met dieren leven. En die vragen hebben over als het dier nog in leven is, van nou, hoe kan ik het beter doen? Als het dier ziek is, van wat heeft hij, wat mankeert hij, wat kan ik eraan doen, hoe kan ik hem helpen? Als het dier bijvoorbeeld al overleden is, dan werk ik heel erg met de verzorgers in het stukje rouwverwerking. Het komt ook af en toe eens voor dat ik de mensen ook help, als het dier in de terminale fase is, naar het overgaan. Telepathische communicatie met dieren is iets wat iedereen kan doen. In basis heeft iedereen daar aanleg voor. Iedereen wordt geboren met een bepaalde gevoeligheid. Iedereen kan leren zijn of haar buitenzintuigen te gebruiken. Maar het is je intuïtie, je buikgevoel wat je hebt. En dat heeft iedereen. En dat is eigenlijk de basis. En als je daar meer naar terug kan gaan, dan komt er ook meer ruimte om het andere proces te ontwikkelen. Maar iedereen kan het leren, absoluut. Linda ontwikkelde haar talent via de leringen van een van de meesters die ze ontmoette op haar spirituele reis. Ik leg altijd eerst contact met de engelenenergie, met de energie van de helende engel. De aartsengel, onder andere aartsengel Ariel en Michael en Raphaël, daar werk ik het meeste mee. Raphaël werkt ook heel erg met de natuur, met het milieu, maar ook met de dieren. Michael zit heel erg op het stuk van de communicatie. Dus dat helpt ook in de communicatie van hoe moet ik het specifiek naar die eigenaar vertellen. Want de ene eigenaar die gebruikt van zichzelf andere woorden dan de ander. Dus daar stem je automatisch ook op af, omdat je met de engelenenergie al werkt. Dus dat doe ik als eerste. Ja, en daarna ben ik eigenlijk een doorgeefluik, een instrument voor wat ik door mag geven. En het dier pikt dat feilloos op, want die weet dat al voordat ik aan het werk ga. Van, oh, wacht even, er gaat hier wat gebeuren. Net zoals mensen heeft elk van de dieren waarmee Linda in contact komt zijn of haar eigen unieke persoonlijkheid. Sommigen zijn speels, sommigen zijn slim en sommigen hebben een groot gevoel voor humor. Dieren gaan vertellen van, oh, als ik je nu toch spreek,
En mijn kussen, dat moet eigenlijk wat hoger. Dat zijn de dieren die meteen even hun kans grijpen en hun boodschappenlijstje even doorgeven. Je hebt ook dieren die zelf al spiritueel verder zijn ontwikkeld. Die meer gaan van, hey, het is leuk dat je nu via mij even contact maakt. Maar het gaat om mijn verzorgster of verzorger. Want die moet zus en zus en zo. En dan krijg je eigenlijk via het dier van die persoon de boodschap voor haar of hemzelf door. En dat vind ik eigenlijk de meest bijzondere readings. Want die dieren die werken als een soort coach voor hun verzorger. En dat vind ik alleen maar mooi van, nou oké, toevallig ben ik dan het instrument om dat door te geven. Maar ja, dat is gewoon prachtig om te doen. Dieren zijn heel dankbaar als je kan begrijpen wat ze je zeggen. Vaak doordat je dan met zo'n dier praat, heeft het dier iets van, oh, ik word eindelijk gehoord. En dan kan je weer verder gaan met het stukje gedragstherapie. Dus dan kom je toch wel weer verder. Mevrouw Roosloot kan ook de menselijke metgezellen aanleren hoe ze hun dierenvrienden die pijn ervaren kunnen troosten. Fysieke problemen, dieren die echt gewoon ziek zijn, die chronische problemen hebben. Ik noem maar iets, nierfalen bijvoorbeeld. Het is niet zo dat ik dan het fysieke probleem op kan lossen, maar ik kan wel plekken van, daar zitten de probleemgebieden of daar moet je meer aandacht aan geven. Of hij vindt het lekkerder om op een iets zachtere kussen te liggen of niet op dat plekje, want daar voelt hij zich niet prettig. Of hij wil graag bij je op de slaapkamer verblijven. Of... Als ze terugkeren, zal mevrouw Roosloot meer vertellen over waarom dieren hier zijn om hun menselijke vrienden te helpen. Blijf alsjeblieft afgestemd op Supreme Master Television. Wederom welkom bij Dierenwereld, onze medebewoners. De show van vandaag gaat over Linda Roosloot uit Nederland, die niet alleen via telepathie met dieren communiceert, maar ook dierenhomeopathie doet. Mevrouw Roosloot is ook een gecertificeerd meesterinstructeur in geïntegreerde energietherapie, wat betekent dat ze geleerd heeft om te healen door de kracht van engelen te gebruiken. Ze ontwikkelde haar vaardigheid om met dieren te communiceren via contact met engelen gedurende een spirituele kweeste. Sommige van de dieren die afdalen naar de aarde hebben als speciale missie het niveau van het menselijk bewustzijn te helpen verhogen en onze compassie te ontwaken. Ze hebben diverse taken. Ze hebben zeker de dieren die in groepen leven, die nog in het wild leven. Die hebben een hele andere rol en taak dan onze huisdieren. Huisdieren die je in je leven tegenkomt, die zoek je ook niet zomaar uit. Het is ook dat de dieren ons uitzoeken, hoor. Van oké, ik kom nu bij jou wonen in plaats van andersom. En die helpen je bijvoorbeeld als je zelf een ziekte ondergaat of een ziekteproces meemaakt. Om dat draaglijker voor je te maken. Of om je juist op bepaalde karaktereigenschappen van jezelf te wijzen. Van hey, werk daar eens aan. Hè. Neem niet altijd de last op je schouders. Laat het ook eens los. Het dier neemt het energetisch over van jou. En die gaat dat fysiek uiten. Dus dan heb je bijvoorbeeld honden met rugproblemen. Of paarden die problemen hebben die te stijf zijn met het rijden. Dat ze niet goed kunnen inbuigen. Linda deelt vervolgens haar inzichten over hoe wij mensen onze dieren met gezellen misschien niet zo goed verzorgen als we wel zouden kunnen. Maar ook huisdieren, dat gaat ook niet altijd goed. Want we denken wel van ja, als we een dier in huis hebben, dan zorgen we er goed voor en dan krijgt hij alle liefde. Maar dat is vaak ook niet zo. En dat is een moeilijk punt om daarover te praten met mensen. Want als ik ze wel eens in de praktijk krijg, dan kan ik ook bijvoorbeeld zien van hey, het dier wordt niet voldoende uitgelaten of krijgt geen goede voeding. Of mankeert toch iets aan de leefomgeving waardoor het dier niet kan zijn wat hij is. Het dier moet gewoon dier kunnen zijn. En dan ga je toch bezig worden met de bewustwording van de verzorger of de eigenaar. Van hey, dat kan je anders doen. Voor je een dier uitnodigt in je huis, is het heel belangrijk dat je grondig onderzoek doet over het dier en dat je er zeker van bent dat je er goed voor kan zorgen.
bijvoorbeeld een hond in huis willen nemen, van wat voor hond past er bij mij? Past er een hond in mijn leven? Kan ik het de zorg geven die het verdient? Dan heb ik het niet alleen maar over een goede voeding en een mooie mand en een lekkere tuin. Maar ook je emotionele en je spirituele verzorging. Kan ik het de liefde geven? Kan ik het de aandacht geven? Dus eigenlijk zou er een soort van rijbewijs moeten zijn voordat je een huisdier kan nemen. Maar ook voor een paard. Een paard is een heel gevoelig dier. Als je dat 22 uur per dag in de stal laat staan en je gaat er maar 1 uurtje even mee rijden, dan wordt paard dood ongelukkig. Krijg je gedragsproblemen, krijg je vaak fysieke problemen. Terwijl een paard moet bewegen, dat moet buiten lopen, dat moet ruimte hebben. Dus eigenlijk is de grote boodschap van, je moet de dieren houden zoals ze in de natuur leven. Bij geadopteerde dieren kan het zijn dat voorgaande ervaringen soms hun hedendaags gedrag beïnvloeden. Mentale problemen kom je heel vaak tegen. Dus wat we meer wetenschappelijk zeggen, de gedragsproblemen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar honden die agressie vertonen of die verlatingsangst hebben of dat soort zaken. Dan kom je in de normale gedragstherapie met training vaak maar tot een bepaald punt. En daar kan ik dus door middel van een reading nog een stuk inzicht geven van wat speelt er nog meer. Hè? We vroegen Linda om ons haar boodschap te geven voor de wereld. De grootste boodschap is, ga met de dieren om zoals je ook met jezelf omgaat. Dus heb je zelf lief, heb je dier lief. De harmonie is er. En wat ik mee heb gekregen van alle dieren waar ik nu mee heb gewerkt, is dat ze ons de hele tijd spiegelen van kijk wat je aan het doen bent en het kan zoveel beter. Dus probeer de lessen te leren van de dieren. En laat het dier zijn. Ook als je dat in je huis houdt of in je omgeving houdt. Zorg dat het dier kan zijn. Dus een paard hoort in een groot land te lopen. Hoort zijn eten te kunnen zoeken. Een papegaai hoort niet in een kooitje te zitten. Wil je hem per se thuis hebben, zorg dat hij dan toch kan vliegen. Ga hem niet kortwieken. Want dat doet ook gewoon fysiek pijn bij zo'n dier. Zorg dat hij bewegingsruimte kan hebben. Dat zo'n papegaai ook buiten kan zijn. Dus probeer zoveel mogelijk eer aan te doen aan het welzijn van het dier zoals die. En dan doe je het ook voor jezelf. Wees vegetarisch, word milieubewust en red onze planeet. We danken oprecht mevrouw Linda Roosloot om tijd te maken om met ons te praten over haar prachtige ervaringen met dieren. We danken haar ook voor het delen van sommige van de bezorgdheden van onze vrienden, de dieren, en voor het overbrengen van hun boodschap aan ons. Mededogende kijkers, hartelijk dank voor uw aanwezigheid vandaag bij Dierenwereld, onze medebewoners. Vervolgens is verlicht vermaak na opmerkelijk nieuws hier op Supreme Master Television. Mogen we leren om in nauw contact te zijn met de dieren rondom ons, zodat we allen in harmonie mogen leven. Compassionate viewers, thank you for your company on today's Animal World, our co-inhabitants. Up next is enlightening entertainment after noteworthy news here on Supreme Master Television. May we learn to be in close touch with the animals around us so that we may all live in harmony. For more details, please visit www.suprememastertv.com/AW.